Beste kijker, fijn dat u afgestemd bent vandaag. God zegen u rijkelijk. Van harte welkom in het programma vandaag, Your Best is Yet to Come. We gaan vandaag een heel interessant onderwerp behandelen. En ik bid de Heer dat u gaat verstaan wat hij u wil vertellen vandaag. U weet, God heeft altijd dingen die ons wil vertellen, ons wil laten weten. En hij gebruikt daarvoor zijn woord, hij gebruikt predikers daarvoor. Kortom, het is Gods bedoeling dat u en ik op de hoogte zijn van hetgeen hij wil doen. En vandaar ook het profetische woord dat ons van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren. Vandaag gaan we enkele profetische beloften gaan wij bekijken. En u gaat merken dat er ons een heel grote gebeurtenis te wachten staat. Dus iets heel groots gaat komen, niet lang na vandaag. En het is mijn taak om u te vertellen dat die komt. Ik ben geroepen om het evangelie van Jezus te prediken. Ik ben geroepen om alle naties te maken tot discipelen van Jezus. En wat ik vandaag ga doen, maakt daarvan deel uit. Ik dank u voor uw aandacht en ik bid de Heer dat u zult verstaan elk woord wat hij door mijn mond tot u spreekt. In Jezus' naam. Beste kijkers, vandaag wil ik u uitnodigen om met mij te gaan kijken naar een gebeurtenis die ik beschouw als zeer belangrijk. En misschien wel de belangrijkste gebeurtenis van hetgeen de mensheid te wachten staat. Dus er staat de mensheid iets te wachten, waarvan ik denk dat het de grootste gebeurtenis is voor de komende tijd. Die Jezus, onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, over wie al bijna 2000 jaar wordt gepredikt, als zijnde de redder van de mensheid, komt terug. Hij komt terug uit de hemel, om zij die in hem geloofd hebben, en zij die hebben volhard in zijn leer, in zijn geboden, tot het einde te komen ophalen. Dus Jezus komt terug uit de hemel. U weet, na de opstanding is hij bij de hemelvaart naar de hemel teruggegaan. Deze gebeurtenis wordt beschreven, voor wie dat wil weten, in Handelingen hoofdstuk 1. Maar hij gaat niet, hij is niet gegaan, hij komt terug. Hij komt terug om de zijnen, zij die van hem zijn, zij die hem hebben gehoorzaamd tot het einde, zij die op hem vertrouwd hebben, om die op te halen. En de Bijbel zegt, hij neemt ze mee en ze zullen voor altijd zo met hem zijn. En vandaag, beste kijker, denk ik dat met het oog op de dingen die om ons heen gebeuren, want je gaat zo meteen merken dat die wederkomst van Jezus, daar gaat vooraf gebeurtenissen. En als we om ons heen kijken, zien we die gebeurtenissen vorm krijgen. Dus het is alleszins de moeite waard en noodzakelijk om u die kijk te vertellen, dat deze gebeurtenis aanstaande is, zodat u zich daarop zou kunnen voorbereiden. Als u dat niet al doet, prijs God daarvoor. Deze gebeurtenis, die in het Nederlands wordt genoemd de opname van de gemeente, in het Engels de rapture, wordt beschreven in enkele gedeelten van de Bijbel, die ik zo meteen met u ga lezen. Dan kunt u zelf zien waar ze staan, hoe u even notities maakt. En na afloop van het programma, wanneer u tijd heeft gemaakt, gaat u dat zelf lezen om te kijken wat daar staat. Voor u die dat nog niet weet, het is heel belangrijk dat u en ik, die zeggen in Jezus te geloven, op de hoogte zijn van zijn plannen voor de toekomst. U kunt niet in Jezus geloven, maar gewoon, ik dien Jezus zonder te weten waar u naartoe gaat. Want de Bijbel leert dat er bepaalde dingen gaan gebeuren. Het uiteindelijke doel uiteraard van God met de mensen die in hem geloven, is dat in de eeuwigheid zullen deze mensen met hem zijn. Maar voor we daar zijn, gebeurt er iets anders. En dat is onder andere die opname. Misschien is het goed om stil te staan bij enkele markante gebeurtenissen uit de Bijbel. Zometeen gaan we naar die tekst hoor. Ik wil u even het raamwerk geven, het referentiekader, om een mooi woord te gebruiken, van wat er allemaal gebeurt en hoe we dat moeten zien. Enkele markante gebeurtenissen uit de Bijbel. 1. De schepping van Adam en Eva. Uit deze twee mensen is de hele mensheid voortgekomen. Heel belangrijk. Er zijn bepaalde gegevens die gebeurtenissen die belangrijk zijn voor mensen die zeggen te geloven in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Tweede gebeurtenis, de roeping van Abraham als de eerste gelovige. Amen. Derde gebeurtenis, het is niet volgens een bepaald systeem hoor. Het zijn dingen die ik van de Geest heb ontvangen om u toch een beetje het idee te geven van de volgorde van die gebeurtenissen en waarom ze zo zijn. De derde gebeurtenis is de geboorte van Jezus Christus. En de vierde
is de dood, de opstanding en de terugkeer van Jezus naar de hemel. Het is niet één gebeurtenis, maar het is wel, die dingen hangen met elkaar samen. Dus het belangrijke is, Jezus is op de aarde gekomen en op een gegeven moment is hij na zijn opstanding is hij teruggegaan naar de hemel. Heel belangrijk. Want vanuit diezelfde hemel waar hij naartoe gegaan is, komt hij terug om de zijnen op te halen, zoals hij dat zelf zegt. Eventjes een stukje referentiekader weer. De eerste mens die de Heere God schiep, miste het plan van God. Amen. Dat God met hem had, doordat hij zondigde. Hij werd ongehoorzaam aan God. Door deze ongehoorzaamheid ontstond er een scheiding tussen de mensen en God. En het werd dus nodig om deze scheiding tussen mensen en God op te heffen, weg te nemen. Er moest iemand komen die die scheiding moest wegnemen. Een redder moest komen. En deze redder werd kort na de zondeval, dat is toen Adam en Eva in zonde zijn gevallen, is die al aangekondigd geworden. Dus Jezus' komst is niet een toeval. Het is een plan dat God had al heel lang. En dat plan, dat vindt zijn beslag in de geboorte van de Heer Jezus, zijn komst in de wereld. Ik zeg u, ik heb u net verteld, deze redder werd aangekondigd vanaf Genesis 3, even nadat Adam en Eva in de zonde zijn gevallen. En dan lezen wij uit vers 15 van Genesis 3, daar staat, en hier spreekt de Heere God en hij spreekt tot de slang. En de slang typeert de Satan, de duivel. En ik zal, of hij wordt ook genoemd de oude slang, amen, de Satan. En ik zal, zegt de Heere, vijandschap zetten tussen u en de vrouw. De vrouw is Eva. U weet, uit Eva zijn alle mensen gekomen. Alle mensen die bestaan, u en ik ook. Uiteindelijk komen wij uit Eva. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En dit zaad zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de hiel vermorzelen. Hier wordt aangekondigd vanaf toen dat er een mens zou opstaan en deze mens zou de Satan geestelijk de kop vermorzelen. U weet, als je van een wezen de kop vermorzelt, het centrum van alles wat gebeurt, dan is dit wezen krachteloos. Amen. Dus Jezus werd toen aangekondigd als zijnde de redder. Hij is dus dat zaad uit de vrouw dat de Satan de kop zou vermorzelen en hem zou uitschakelen. Amen. Dat heeft Jezus ook gedaan toen hij is gekomen aan het kruis. En toen heeft hij ook de dood overwonnen door op te staan uit de dood. Dus Jezus, zijn komst werd aangekondigd 4000 jaar voordat hij geboren werd. Heel interessant is dat. Ik zeg dit, zodat u goed begrijpt dat alles wat God zegt ook werkelijk gaat gebeuren. Hij is God. Hij weet alles, hij kan alles. Alle gebeurtenissen die we zien zitten in hem besloten. Amen. Hij heeft alles gepland, hij voert het ook uit. Genesis 3 vers 15. En komt de redder, hij die de scheiding tussen mensen en God zou opheffen. En zijn naam, weten u en ik nu, is Jezus. Tweede persoon. We hebben eerst gesproken over de schepping, Adam en Eva. Dan gaan we naar de tweede persoon die relevant is in dit verhaal. Dat is Abraham. Aan Abraham beloofde God dat door diens nageslacht, heel specifiek uit de lijn van Abraham, want er waren meer mensen op de aarde, toch verkoos God Abraham, omdat uit Abraham uiteindelijk het Joodse volk zou voortkomen en uit het Joodse volk is Jezus geboren. Aan Abraham beloofde God dat door niets nageslacht de gehele mensheid gezegend zou worden. En deze zegen die bestaat uit de redder die uit Abraham zou voortkomen, fysiek. En deze redder zou zich een volk verwerven, een volk dat hij het zijne zou noemen. Hij zou zeggen, dit is mijn volk, die redder. 3. De geboorte van Jezus. Uiteindelijk wordt deze redder geboren, conform hetgeen God had beloofd in Genesis 3 vers 15. En deze belofte, moet u nagaan, werd gedaan, heb ik net al gezegd, 4000 jaar voordat Jezus werd geboren. Goed, Abraham leefde ongeveer 1996 jaar voor de geboorte van Christus. Dus de belofte die aan Abraham werd gedaan over Jezus, ongeveer 1921 jaar. Ik geef die jaartallen aan om u te laten zien dat God zijn plan de eeuwigheid omvat.
Zo groot is God. De eeuwigheid is in hem opgesloten. En de geboorte van Christus was de vervulling van Gods belofte aan Adam, aan Abraham. Amen. En dat is zo interessant. Dus het komen van Jezus op aarde, wat hij is komen doen, is het gevolg van een plan. Maar ik heb u aan het begin gezegd, hij is op de aarde gekomen, Jezus. Hij is teruggegaan naar de hemel, maar hij komt weer uit die hemel om alle mensen op aarde die ooit hebben geleefd, die hem hebben gehoorzaamd, mee te nemen met hem. En deze gebeurtenis noemen wij in het Nederlands de opname van de gemeente, in het Engels the rapture of the church. De apostelen die in het Nieuwe Testament met Jezus hebben gewandeld, amen, Nieuwe Testament, u weet, Jezus had 12 apostelen uitgekozen. Deze apostel en alle andere discipelen van Jezus uit het Nieuwe Testament maken ook in de brieven die ze hebben geschreven, melding van deze opname. Ik geef u even aan in een brede context waarin dit allemaal wordt beschreven. En deze opname, wanneer Jezus terugkomt om de gemeente op te halen, dat zijn allen die in hem hebben geloofd en hebben gehoorzaamd, wordt voorafgegaan door gebeurtenissen die zeer nauwkeurig worden beschreven. Amen. Door de Heer Jezus zelf, maar ook door de apostelen die met hem hadden opgetrokken, ongeveer 3 jaren lang. Oh, wat fijn is dit. En wanneer wij nauwkeurig die gebeurtenissen welke voorafgaan aan de opname bestuderen, zullen we al gauw ontdekken dat datgene er in de wereld gebeurt vandaag, verdacht veel lijkt op die gebeurtenissen. Ik wil het heel nuchter zeggen. Amen. Het is gewoon puur, je kijkt naar die dingen die worden beschreven, die gebeurtenissen die worden beschreven in de Bijbel. En ik heb dit verhaal van zo even uitgelegd om u te laten zien dat alles wat in de Bijbel staat correct is. Het is Gods woord. Alles wat in de Bijbel staat nauwkeurig is aangegeven van wat er gaat gebeuren. Hoe, door wie en wanneer. Zo accuraat is de Bijbel. Halleluja. Goed, oké, we hebben dat gezien. Nu gaan we even naar die plaatsen in de Bijbel waar de Heer Jezus spreekt, waar de apostelen daarover hebben geschreven. En ik wil het met u delen en ik vraag u om echt hiervan notities te maken, dat u zelf kunt gaan onderzoeken. We gaan eerst naar de Heer Jezus, die praat hierover. Hij praat erover in verschillende plaatsen, maar er is één hoofdstuk in de Bijbel wat het vrij nauwkeurig aangeeft. Er zijn meerdere, maar ik wil me beperken vandaag tot hoofdstuk 24 van het boek Matthäus, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 24. Halleluja. We gaan even daar naartoe en dan spreekt Jezus over de tijd, de eindtijd, zoals we die noemen. En dan, u kunt eigenlijk beginnen te lezen vanaf vers 1, als u dit gaat bestuderen, maar ik wil enkele versen daaruit uitlichten, om het zo te zeggen, om u te laten zien hoe deze opname, hoe deze rapture in zijn werk gaat. We gaan kijken, Jezus zegt op een gegeven moment, vers 35, dan eventjes gewoon een stukje pakken. Vers 35 van Matthäus 24 zegt Jezus, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Die dag waarop Jezus komt om de gemeente te halen. Die dag wordt hier aangeduid door deze omschrijving. Amen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen, dat is Jezus, zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach de ark inging, amen, en zij niets bemerkten voordat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En de Zoon des Mensen is Jezus. Zo zal hij ook zijn. Dus bepaalde mensen hebben het niet door. De enige mensen die dat weten, die dat verwachten, zijn zij die in Jezus zijn. Die Jezus dienen. En dan komt het, vers 40, en dan komt het zo mooi. Dan zullen er 2 in het veld zijn. 1 zal aangenomen worden en 1 zal achtergelaten worden. 2 vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. 1 zal aangenomen worden en een andere zal achtergelaten worden. Waak dan, dat vind ik zo mooi, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. En dit is zo powerful. En ieder die Jezus kent, we
Esther Kijker, die een ervaring met hem heeft, die een persoonlijke relatie met hem heeft, die weet diep in zijn hart dat het uiteindelijke doel van Jezus met ons op aarde is, dat op deze dag wanneer hij komt, wij klaar zullen zijn om met hem mee te gaan. Dus iedereen die het woord kent, die deze belofte kent, maakt zich klaar voor die dag. En ik bid de Heer dat ook u zich klaarmaakt voor die dag. Die dag waarop Jezus terugkomt. Die geweldige grote dag. Hier beschrijft de Heer Jezus die gebeurtenis. Ik ga gemakshalve naar één stuk uit de Bijbel, er zijn meer. Ik wil u vragen, gaat u met mij naar de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen? En daar lezen we dan een vrij uitgebreid verslag van de apostel Paulus, die uitlegt hoe dat werkt. We lezen in, halleluja, we gaan lezen vanaf vers 13 van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Daar schrijft Paulus, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt. Ontslapen betekent mensen die sterven in de Heer Jezus. Amen. Zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Dat betekent, mensen die Christus herkennen, hebben hoop. Ze hebben hoop op een dag. Op één specifieke geweldige dag hebben ze hoop. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, die gestorven zijn in Jezus, die ons voorgegaan zijn in Jezus, door Jezus wederbrengen met hem. Dus mensen die zijn gestorven tot nu toe, in Jezus, die zullen wedergebracht worden door God in Jezus, door Jezus. Amen, door Jezus wederbrengen met hem. Dus met Jezus gaan alle die gestorven zijn in Jezus, in het geloof in Jezus, worden meegenomen en naar God gebracht door de Heer Jezus. Hij komt ze halen, daarom komt hij ze halen. Amen. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst van de Heer, zullen in geen geval de ontslapenen, zij die voor ons zijn gestorven in Christus, voorgaan. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dus iedereen die in Jezus is gestorven, die zal uit zijn of haar graf opstaan wanneer Jezus komt om te halen. Ik heb u gezegd, dit is de grootste gebeurtenis die de mensheid te wachten staat. Halleluja, prijs God. Dus de Heer zelf, vers 16, zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. 17, daarna zullen wij, de levenden, u en ik, die achterbleven, samen met hen die gestorven waren voor ons, let wel, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaak elkander dus met deze woorden. Ik heb u gezegd, deze gebeurtenis wanneer Jezus terugkomt is, ik weet niet hoor, in mijn hart de grootste gebeurtenis voor de mensheid. Want op deze dag zullen allen die ooit zijn gestorven en die in Jezus waren, zullen opstaan uit de graven, zullen meegenomen worden met Jezus. En ook zij die leven op dat moment en in Jezus zijn, Jezus gehoorzamen, deze twee groepen mensen zullen samen door Jezus worden opgehaald. Ze zullen met hem, zegt de Bijbel, die is zo mooi, vers 17. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Eventjes hoor, terug rewinden. Toen de Heere Jezus opgenomen werd in de hemel, was daar ook sprake van. Wolken kwamen en hij is op die wolken teruggegaan. Op dezelfde manier waarop Jezus naar de hemel is gegaan, om onze plaats te bereiden, op diezelfde manier zullen ook wij, wanneer hij ons komt halen, meegaan op de wolken, hem tegemoet. En dat laatste stuk van dat vers, dat vind ik zo powerful, vers 17. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Daar vindt die vereniging plaats van de gemeente van Jezus met hem. Dat de gemeente, alle mensen die hem hebben geloofd, die hebben gehoorzaamd hun leven lang, die zullen dan verenigd worden met hem. Zo mooi staat er. We zullen voor altijd met de Heer wezen. En dat vind ik geweldig. Ik vond het nodig, beste kijker,
Omdat de Heer me dat zo op het hart heeft gelegd. Om een beetje uitgebreid over deze gebeurtenis te spreken. Omdat ik de mening ben toegedaan dat dit een beetje een ondergeschoven kind is in de prediking. Heel weinig mensen praten erover. Maar eigenlijk moeten we er altijd over praten. Of ja, maar gezien de omstandigheden in de wereld, we zien dingen veranderen zo snel, er is zoveel onzekerheid in de wereld, ben ik geneigd te denken, om het voorzichtig te formuleren, dat die wederkomst van Jezus niet erg lang meer op zich laat wachten. Dus, die voorwaarde is, je moet in Christus zijn. Je moet hem dienen. Je moet een persoonlijke relatie met hem hebben. Amen. Je moet met Jezus een dusdanige relatie hebben, dat je hem verstaat als hij praat, als hij je iets wilt zeggen. En ook dat jij weet dat als jij praat, dat hij naar u hoort. Hij hoort altijd naar u. Maar het stukje van wanneer Jezus praat, het is zelf aan ons openbaar door middel van de Heilige Geest, dat stuk, heb ik gemerkt, is vaak, dat ontbreekt het aan bij heel veel gelovigen. Ze hebben niet gehoord, men heeft ze niet geleerd, ze hebben niet begrepen dat er een plaats is in Jezus waarin je door middel van een persoonlijke relatie met hem, van hem instructies kunt ontvangen, van hem zijn stem kunt horen en kunt weten wat hij wil. Ik wil toch even gaan naar een stukje uit de Bijbel waar Jezus hierover spreekt. Ik wil zij die kijken en die het misschien niet weten bemoedigen. Ik wil u bemoedigen. Er is in Christus een plaats waar hij tot u spreken zal, beste kijker. Hij zal zichzelf aan u openbaren. En het staat zo mooi, in Johannes hoofdstuk 16 staat het zo mooi. Oh, dat zegent me als ik dat lees altijd. 16, vers 13 pakken. Heer Jezus spreekt hier over de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, gaan we zo meteen zien, die spreekt niet uit zichzelf. Maar hij spreekt wat hij bij Jezus hoort, maakt hij aan ons openbaar. Oké, vers 13. Nee, nog 12 pakken, is makkelijk. Jezus zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen voordat hij naar de hemel terugging. Hij zegt, jullie kunnen het nu niet dragen. Maar hij zegt, maar, vers 13, wanneer hij komt, wie is hij? De geest der waarheid, de Heilige Geest, zal hij u wijzen, de weg wijzen, naar de volle waarheid. En de Heer Jezus is de waarheid. Dus naar de volheid van Jezus, naar alles wat in Jezus is, gaat de Heilige Geest ons leiden. Dus alles wat we moeten weten, gaat de Heilige Geest ons openbaren. Amen. En dan zegt hij zal niet uit zichzelf spreken, nog steeds vers 13, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, bij wie? Bij Jezus, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. En vers 14, en hij zal mij verheerlijken, dus de Heilige Geest zal Jezus verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Oh, heerlijk is dat. Dus er is een plaats in onze relatie met God, door middel van de Heilige Geest. En ik wil u bemoedigen, daar moet u naar streven, beste kijker. U moet streven naar deze relatie, deze open relatie, deze dialoogsituatie met de Heer. Dat u spreekt in gebed, door middel van gebed, en hij gaat u antwoorden. En dit is een realiteit. En ik wil u bemoedigen, ik zie dat mijn tijd er bijna op zit, dat u door middel van de stille tijd, zoals we dat noemen, dat u zich gaat afzonderen, u met de Heer alleen, met zijn woord, in gebed, dan gaat u merken dat er een bepaalde flow van inspiratie, ja, maar ook openbaring van de zijde van God via de Heilige Geest tot u komt. En dit hebben wij nodig om een solide basis te hebben, om er zeker van te zijn dat wanneer Jezus komt, dat we klaar zijn. Want de Heilige Geest weet ook dat Jezus komt. Amen. Hij weet dat hij komt. Hij gaat ons klaarmaken. Hij gaat ons klaarmaken voor die dag, voor die geweldige dag. Beste kijker, en ik wil u bemoedigen vandaag, u die kijkt en luistert, dat alleszins de moeite waard is. Ik kan het niet genoeg benadrukken om u te vertellen dat u tijd moet vrijmaken. U moet tijd vrijmaken om in die binnenkamer te gaan, met God te spreken, met de Heilige Geest bezig te zijn. Want hij zit, eigenlijk zit hij op u te wachten. Hij zit te wachten op het moment dat u zichzelf beschikbaar stelt om van hem te horen. Want op die momenten gaat hij tot u spreken. Gaat u ook laten zien wat u moet doen. Er zijn altijd dingen in onze levens, beste kijker, die we moeten laten. Er zijn altijd dingen die we los moeten laten. Dingen die we moeten afleren en dingen die we moeten aanleren. En het is in die intimiteit met hem dat het proces daar
vorm krijgt. Halleluja. Ik zie dat ik kom aan het einde van mijn boodschap. Het is altijd zo enthousiast. Ik wil toch met u bidden. Vader, ik breng voor uw troon al de mensen die kijken. Mensen die misschien denken, ja, ik versta God niet. Heren, in Jezus' naam bid ik. Breng ze op de plek, heren, dat ze tijd zullen nemen om met u te spreken. Dat ze tijd zullen nemen om uw woord te gaan bestuderen, God. En ik bid ook voor zij die u nog niet kennen, die horen en die geïnteresseerd zijn. Jezus komt terug, ik wil erbij zijn. Ik ga u even naar Jezus leiden, zoals we dat zeggen. Zeg me gewoon na, beste kijker. Heren Jezus, ik heb gehoord dat u komt en ik wil erbij zijn. Op dit moment daarom vraag ik u, Heer, ik belij mijn zonde aan u. Zeg, Heer, inderdaad, ik heb gezondigd. Ik heb dingen gedaan die niet goed zijn, dat weet ik. En ik vraag u, vergeef mij van die zonde, Heer. Laat uw kostbaar bloed me schoonwassen van mijn zonde, Heer. Heer, en breng mij in een persoonlijke relatie met u. Komt u in mijn leven, Heer. Ik leg mijn leven in uw hand. Heer, ik vraag u, leid mij. Leid mij in Jezus' naam. Ik wil op de plaats komen, dat wanneer u komt, dat ik met u meega. Dank u hiervoor, in Jezus' naam. Beste kijker, God zegen u en tot de volgende keer.